Dankjewel, Caroline. Ik ga ervan uit dat iedereen mijn slides goed kan zien. En ik moet dat eigenlijk niet vragen, want ik weet dat er staat zo'n rood kadertje rond mijn slide die ik nu zie. Daarmee weet ik dat ik die aan het broadcasten ben, dat ik die aan het uitzenden ben. Teams kennen jullie allemaal. Ah ja, je zit er op dit moment zelf in. En misschien is Teams in uw organisatie de standaard voor samenwerken, audio- en videoconferencing. Misschien is dat niet het geval, maar moet je dan een keer presenteren op een Teams die door iemand anders wordt opgezet. En eigenlijk wil ik vandaag een aantal tips geven die eigenlijk deze stomme zinnen, die we allemaal al wel een keer hebben gehoord en misschien wel zelf hebben gezegd, wel een keer meekomt, wel een keer tegenkomt. En ik wil dus vandaag een aantal instellingen tonen, een aantal dingen tonen waar je het best kan nadenken voordat je je online presentatie start. Dan ga je deze opmerkingen en deze soms storende dingen vermijden. Op het einde van de slides heb ik trouwens het antwoord op deze vier problematieken ook even samengevat. Het enige probleem dat ik heb is, je kunt moeilijk in Teams iets demonstreren. Dat gaat over hoe iets demonstreren in Teams. Dus ik heb snippets moeten pakken, ik heb screenshots moeten pakken en die in een PowerPoint zetten. Maar ik denk dat ze best wel duidelijk zullen zijn. We willen met andere woorden van deze vier zinnen vanaf. En eigenlijk wil ik het verhaal opsplitsen in twee zaken. Eén, voordat je je presentatie start, voordat je je meeting start, een keer nadenken over wat is uw rol? Wie zijn de eventuele medepresentatoren? Wat gaan die presenteren? Gaan die in een PowerPoint slide deck presenteren? Gaan die eventueel in Excel of Power BI iets moeten delen? En wat verwacht ik van mijn deelnemers? Moeten die kunnen interageren? Helemaal niet. Wil ik dat die zwijgen en luisteren? Of wil ik dat die vooral actief participeren? Maar ook vooral, en dat is het belangrijkste deel van wat ik ga vertellen, tijdens de meeting, op het moment dat je op dat knopje daar, ik heb het omcirkeld, klikt, op het moment dat je daarop klikt, waar moet je dan op letten? En dus we gaan daarmee starten. Als ik hier daarnet op Share Presentation heb geklikt, op datzelfde icoontje, wat kreeg ik dan eigenlijk te zien? Eigenlijk kreeg ik dan een scherm te zien dat er als dit uitzag. Wie al een keer een presentatie heeft gestart, die heeft dit scherm wel een keer gezien. En wat doen dan de meeste mensen, vrees ik, die gaan hiervoor. Die sharen hun desktop. En dat is eigenlijk in mijn ogen zo'n beetje de slechtste keuze die je kan maken. Ik zie eigenlijk maar één scenario waarin dit de goede keuze zou zijn. Want dan deel je je volledige desktop. Al wat jij ziet, ziet het publiek ook. En met andere woorden. Terwijl je presenteert, een keer gaan kijken of een andere persoon al in de call zit. Kijken of er iemand een vraag heeft gesteld in de Q&A. Ziet dus heel jouw publiek dat je net dat aan het doen bent na spreken in de Q&A. Dus die desktop-mode is eigenlijk alleen maar relevant wanneer dat je in je presentatie wil switchen tussen verschillende applicaties. Je wil in je presentatie, in je verhaal, wil je zowel een stuk PowerPoint laten zien als een stuk Excel, als eventueel een Power BI, iets vanuit een browser laten zien, dan is dit de goede keuze. Maar in alle andere gevallen is dat geen goede keuze. Dit is de keuze die ik het meest gebruik. Hier ga je een applicatie. In deze heb ik dus nu ook gebruikt. Hier heb ik dus op die PowerPoint geklikt, dat scherm dat open stond. Op het moment dat ik deze snippet nam, had ik blijkbaar dus vier schermen openstaan. En ik heb dus ook nu geklikt op de presentatie, die in mijn geval nu op dit moment heet FY21 underscore ADM. Dat is de presentatie die ik nu aan het geven ben. En dat laat mij toe. Ik zie nu de presentatie, maar u zal mij op mijn woord moeten geloven. Op dit moment ben ik naar de Teams aan het kijken. Ik zie dat meneer Van der Beken op dit moment als enige nog zijn camera heeft opstaan. Ik kan dat zien, terwijl dat jullie toch enkel mijn PowerPoint zien. Ik kan toggelen, u weet wel, Alt-Tab, toggelen tussen verschillende applicaties. Want jullie zien toch de PowerPoint, want ik heb hier op optie 2 geklikt op die PowerPoint. Je hebt ook een optie die ik zelf heel weinig gebruik, maar het bestaat om dus een whiteboard te delen. Dan moet je de whiteboard application in Windows 10 geïnstalleerd hebben. Die is gratis te downloaden van de App Store. En dan kan je dus met een pen, als je een toestel hebt, een Surface of een ander toestel met een pen, kan je dus tekenen. En je kan ook aan anderen in de call toelaten om mee te tekenen. Dan kan dus iedereen samen op een groot witbord aan het tekenen zijn.
En deze optie is, vrees ik, een optie die te weinig mensen gebruiken en die in sommige momenten, als je met meerdere presenteert, als je één slide deck hebt gemaakt, maar je gaat met meerdere slides presenteren uit diezelfde slide deck, is dit de ideale optie. Daar toont Teams jou de laatste vier presentaties die je hebt gemaakt, waaraan je hebt gewerkt. Die presentaties moeten zelfs niet openstaan. Die kunnen gewoon op je OneDrive staan, op je schijf staan. Het zijn de laatste vier presentaties waar je aan hebt gewerkt. En als je daarop klikt, krijg je dit. Jij als presentator ziet dan een totaal andere view. En je ziet hier ook weer de rode lijn rond het scherm. Dat is wat de mensen gaan zien. Maar jij ziet onderaan al jouw volgende slides. Dus je verhaallijn zie je veel beter. En als je de moeite hebt gedaan om in PowerPoint meeting notes te maken, die je normaal gezien niet ziet. Hè. Ik zie op dit moment ook mijn eventuele meeting note niet. Want ik heb niet die optie 4 gekozen. Ik heb de optie 2 gekozen. Maar als ik optie 4 had gekozen en ik had meeting notes, dan zag ik die nu ook en kon ik die dus nu makkelijk aflezen. Anders hebben mensen die meeting notes maken, die moeten er vanuit printen, ligt daarnaast hun PC. Uw meeting notes zie je hier. En als je deze optie hebt, als je dus voor die optie 4 hebt gekozen en jij ziet dit als presentator, dan heb je hier een optie waarbij dat je dan kan toelaten of verbieden dat de mensen die naar jouw presentatie kijken, dat die kunnen zelfstandig scrollen door de volgende slides. Dus je kan hen dus verplichten om te blijven kijken naar de slide die jij presenteert, of je kan hen de vrijheid geven om al een slide vooruit te gaan spieken of terug te gaan naar een voorbije slide. Dat ziet er inderdaad zo uit voor de deelnemer, want die ziet inderdaad dus bovenaan die optie, die mededeling, de presentator heeft u toegelaten of niet toegelaten om zelfstandig reeds door de slides te gaan. En onderaan, en dat is het andere belangrijk aspect, kan dus een deelnemer, als hij daarvoor de rechten heeft, daar kom ik straks op terug, kan die dus de slides overnemen. Wat dus ideaal is als je met meerdere wil uit dezelfde slide deck presenteren. Terug naar deze view, deze niet vergeten. Wanneer in uw presentatie of in uw browser je hebt YouTube openstaan, je wilt de video ook laten zien en je wilt dat de deelnemers dat geluid natuurlijk meevolgen, dan moet je dit wel aanzetten. Dit staat standaard af, het staat in deze view ook af, dus moet je dan aanzetten en op die manier broadcast je, toont je of speelt je uw geluid mee af van uw PC in de Teams naar uw deelnemers. Dus als ik even samenvat, ik ga niet heel deze slide overlopen, maar voor de mensen die achteraf de slides willen bekijken, die gaan dus inderdaad hier zien bij al die opties wat ik net gezegd heb. En dus optie 4 is wat mij betreft de meest relevante voor die gevallen waar je met meerdere eenzelfde presentatie wil presenteren. Optie 1 is zelden de goede oplossing. Enkel goed als je uit meerdere applicaties, meerdere PowerPoint, misschien een Excel, eventueel een Power BI of een webbrowser, dan is optie 1 goed. In alle andere gevallen, wat ik op dit eigenste moment gebruik, nummer 2, dan deel je inderdaad die ene applicatie en kan je dus, ik gebruik hier in het Engels het woord to toggle, alt-tab, switchen, scrollen door verschillende open applicatie. En tot slot niet vergeten het geluid op te zetten als je wil een video delen, afspelen en het geluid wil laten meegaan. Dat was het gedeelte tijdens de presentatie. Ik ben misschien een beetje tegen natuurlijk begonnen met eerst tijdens de presentatie, maar ik heb een aantal dingen gezegd die belangrijk zijn en waar ik dus best op voorhand had aangedacht. Hè. Before the meeting, waar moet je aan denken voordat je meeting opstart? Verwacht je heel veel mensen, wilt je misschien vermijden dat anderen kunnen de presentatie overnemen en zomaar kunnen out of the blue beginnen presenteren. Je kan het aantal mensen die mogen presenteren, kan je beperken. Je wil misschien niet mensen toelaten om off-mute te gaan, om dus een micro op te zetten. Dat is een beetje dictatoriaal natuurlijk, maar op die manier vermijd je dus in een grote groep mensen dat er mensen al dan niet per ongeluk beginnen te spreken en lawaai te maken. Als je externe mensen hebt, dan is het misschien een goede optie te denken van dat zijn externe mensen, dat zijn klanten. Ik wil alleen de collega's, de interne mensen, de lokale mensen presentatierichten geven. En het verhaal van de lobby is op zich interessant dat je mensen even laat wachten, maar laten we eerlijk zijn, zeker in grotere presentaties, in grotere groepen, iedereen die in de lobby komt, dan klik je gewoon op admit. We gaan niet meer echt kijken, vrees ik in vele situaties, of die mensen extern die toegang zoeken, of die wel mensen zijn die je wil in de call hebben. Als je dat toch niet van plan bent om dat te controleren, kun je misschien de hele lobby gewoon maar afzetten.
En dan een belangrijke. Ingrid had er in het begin van deze presentatie al over. Laat ons vooral niet vergeten de boel op te nemen. Wel, je kunt dat op voorhand instellen dat het automatisch zal opgenomen worden. Dan moet je er niet mee aan denken voordat je begint te presenteren. Hoe doe je dat nu? Al die dingen die ik heb gezegd aanzetten. Wel, wanneer je je Teams opstart vanuit Outlook, je creëert de invitatie, de uitnodiging voor de Teams meeting in Outlook, zie je daar omcirkeld een settings meeting. Nu, ik moet onmiddellijk erbij zetten, ik zie dat al in mijn Outlook. Ik heb het gecheckt bij mijn vrouw die in een ander bedrijf werkt. Zij had een maand geleden die optie nog niet. Dus het is mogelijk dat die bij jullie nog niet is uitgerold, ofwel omdat Microsoft het nog niet heeft gepusht, ofwel omdat uw eigen administrator het nog niet heeft aangezet. Maar het is iets dat een van de komende weken eraan komt. En als je daar dan op klikt op die settings, dan krijg je dus inderdaad een scherm waar je een aantal meetingsopties hebt en waar je bijvoorbeeld heel belangrijk in het midden van dit schermpje Who can present everyone is de standaard instelling. Maar je kan die openklikken en je kan dus inderdaad zeggen enkele mensen uit mijn organisatie, niet de externe mensen. Je kan mensen aanvinken. Dan moet je ze dus eerst in Outlook hebben uitgenodigd. Maar dan kan je dus die specifieke mensen aanduiden. Dan zijn dat de enige mensen die in de call kunnen een presentatie opstarten. Of je kunt het dictatoriaal zeggen, ik ben de enige die mag presenteren. Als je dat nu nog niet hebt in Outlook, omdat het bij jullie nog niet zou zijn uitgerold, je kunt het in Teams altijd zelf doen. Dus dan gaat je naar Teams, je hebt je meeting aangemaakt. Je gaat naar Teams, je kijkt in je kalender in Teams, je klikt op de meeting, dan komt er deze pop-up, kun je editen. En in die edit heb je dan onder More Options, heb je dan inderdaad een scherm dat er iets anders uitziet, omdat exact dezelfde opties geeft die je daarnet besproken hebt in Outlook. En je ziet daar inderdaad bijvoorbeeld ook Allow Meeting Chat Enabled Disabled. Even goed opletten. Het kan zijn dat uw organisatie, dat om security reden in uw organisatie bepaalde dingen hebben onmogelijk gemaakt. Intern bij Microsoft is dat bijvoorbeeld ook. Who can bypass the lobby? Dat kan ik niet afzetten. Dus ik moet altijd een lobby gebruiken en dus mensen manueel toelaten. Microsoft heeft besloten dat binnen onze organisatie wij nooit zomaar mensen extern willen laten joinen in een Teams meeting. En het zou dus kunnen dat binnen uw organisatie dat ook vanuit de security reden zo is ingesteld. Ik ga daar geen commentaar op geven of dat een verstandige of een niet verstandige meeting optie is. Maar dus weet dat sommige opties vanuit een administrator perspectief kunnen opgelegd worden. Voilà. Dus terug naar mijn vier basisvragen. Als je inderdaad wil kunnen Q&A bekijken, ik ga dat zelfs trouwens doen in deze call, dan moet ik inderdaad niet de desktop presenteren, de eerste optie uit mijn vier opties, maar de tweede nemen, dus de applicatie, de PowerPoint presenteren. En dan kan ik dus ongemerkt, zonder dat de deelnemers het zien, toggelen, switchen naar bijvoorbeeld de Q&A-windows. Als je inderdaad met meerdere mensen gaat presenteren, ik ben nu op de tweede vraag, als je met meerdere mensen gaat presenteren, kies dan de vierde optie. Daardoor wordt de PowerPoint ik heb het in mijn slides geüpload genoemd. Dat is technisch gezien niet correct, maar dus het is Teams zelf die centraal in ons datacenter die presentatie gaat delen. En dan kan dus de juiste mensen, als je ze presenterrechten hebt gegeven, kunnen die overnemen. En kunnen die dus zelfstandig de slides laten vooruitgaan en moet niemand voor iemand anders klikken, moet niemand zeggen next slide please enzovoort. Als je daarvoor gaat om de slides te presenteren, dan is het natuurlijk belangrijk dat je de mensen bij de les houdt en dat je hen niet de rechten geeft om al voort te klikken naar de volgende of de vorige slide. En dan laatste situatie hier op deze slide is eigenlijk dezelfde als de eerste. En als je inderdaad wil checken of iemand in de call zit, moet je terug naar de Teams-omgeving gaan. Onderbreek je dus je PowerPoint. Wel, dat is allemaal niet het geval als je zoals in het eerste geval de PowerPoint deelt, de PowerPoint-applicatie deelt en niet uw desktop deelt. Voilà, ik ga de theorie in de praktijk brengen. Ik ga nu zelf kijken. Jullie zien dat niet. U zal mij moeten geloven. Ik ben nu aan het kijken naar het conversatiewindow, de conversation window. En daar zie ik dat Marleen van der Moeren gevraagd heeft: kan je die opgeladen PPT's enzovoort? Dus daar moet ik inderdaad dus mezelf corrigeren. U hebt het zelf al tussen aanhalingstekens gezet. Het is niet zo dat ik ze effectief moet opladen. Hij neemt gewoon van mijn laatste gebruikte
van mijn laatste presentaties, PowerPoint files waar ik aan gewerkt heb, die vier toont hij. En je kan ze dus zelf aanvinken. Die kunnen van je harde schijf van je PC komen, die kunnen van je OneDrive komen, maar je bent dus in ieder geval altijd zeker dat het de laatste versie is van die naam die daarop komt. Dan zie ik... Voilà. De vraag van Hilde Janssens. We hebben een Kanban-bord in Teams. Hoe kun je dan toggelen tussen de Kanban en de lijst van aanwezigen? Dan zal je dus inderdaad moeten de optie 1 gebruiken, omdat Kanban geen van die applicaties is die van Microsoft zijn. Dus dan ga je inderdaad, dan ga je dus eigenlijk twee dingen doen. Dan ga je op pad met een PowerPoint presenteren, ofwel toch naar de Kanban gaan. En dan gaat dus iedereen zien dat jij aan het spieken bent, dat je aan het kijken bent naar de lijst van aanwezigen. Annelies van der Meulen vraagt, hoe kan ik best polls in Teams tonen en ook de resultaten daarna? Dat is een goeie. Dat is iets dat ik zelf niet heb voorbereid hiervoor. Er zijn een aantal opties. Je kan, u kent misschien wel de applicatie Kahoot, typisch een niet-Microsoft product, web-based. Wel, Kahoot bestaat nu ook als Teams-applicatie. Als u in Teams kijkt en dan hebt u links, kan u dan kiezen tussen uw chats, uw Teams waar u in zit enzovoort. En een van die dingen is een store, zeg maar een app store, een Teams app store. En daarin gaat u Kahoot vinden. En dan kan u dus in Teams die Kahoot aanmaken en kan u die dus presenteren tijdens uw presentatie als een aparte applicatie. Dat is een mogelijkheid die ik zou aanraden. Indien gewenst... Indien, Caroline, moeten we een keer kijken of we dat als een volgende topic nog een keer kunnen doen, specifiek applicaties in Teams en polls. Voilà, ik kijk, scroll terug naar boven. Ik zie geen vragen meer, of er is onderaan nog eentje bijgekomen. Niet via de Microsoft Forms dus. Dat kan natuurlijk ook, maar dan is het inderdaad een extra applicatie die je toont, dan ben je dus op dat moment een PowerPoint aan het tonen en zeg van oké, nu ga ik naar die forms, dat kan dus. Maar dan ben je dus inderdaad in de optie 1 uit mijn lijstje gegaan om dan dus inderdaad verschillende applicaties te delen. De eerste zal PowerPoint zijn, op dat moment spring je dan naar forms en dan ga je weer terug naar de PowerPoint. Dat kan perfect en dat is dus een goede reden, een van de weinige goede redenen om naar die optie 1 te gaan die ik getoond heb. Patrick, er was nog één vraag. Ja. Kan je na afloop van de meeting de lijst van de deelnemers nog zien en nog downloaden? Het antwoord is ja, dat kan je. Maar dat kan je enkel als organisator van de meeting. En ik moet eerlijk zijn, ik moet een slag om de arm nemen. Wij kunnen het al bij Microsoft, dus intern hebben wij het al. Ik ben niet zeker of die feature al is uitgerold naar klanten. Maar als het nog niet gebeurd is, komt het er dus in ieder geval aan, want we hebben het intern al. Dat je dus inderdaad een lijst van deelnemers kan downloaden. Maar het is beperkt tot de organisator van de meeting om te vermijden dat anderen, en dat kunnen dus eventueel externe zijn, GDPR-wise zou er iets over te zeggen zijn anders, maar dus de organisator kan of zal kunnen inderdaad een lijst downloaden van de mensen die deelgenomen hebben aan de Teams meeting. Voilà. Ik zie een vraag van Nelle Rombout, wat langer. Brainstorm sessies in de breakout rooms. Dus goed, u hebt al de breakout rooms. Nog niet iedereen heeft ze al, maar dus inderdaad, breakout rooms zijn sinds een aantal weken toegevoegd aan Teams en zijn we nu wereldwijd aan het uitrollen. Kunnen we met meerdere facilitatoren switchen tussen breakout rooms? Of kan alleen de organisator dat? Dat moet met meerdere kunnen, maar ik ga heel eerlijk zijn, ik zou niet weten hoe het kan, maar ik weet dat het kan. Dus dat je inderdaad, ik vermoed dat je dan moet, ik vermoed dat het zal vasthangen met die presentatorrollen. Dus als je dan inderdaad meerdere mensen presentator hebt gemaakt, dan zijn dat volgens mij de mensen die tussen de verschillende breakout rooms kunnen manoeuvreren en die dus niet vastzitten aan de breakout room die hen is toegewezen. Maar ik ga heel eerlijk zijn, ik zou het zelf moeten opzoeken waar het exact zit, maar ik denk dat het in die richting is dat je moet gaan zoeken. Voilà, hoe zitten we met timing? We hebben nog een tiental minuten. Voilà, ik ben rapper gegaan dan ik verwacht, dat is goed. Ik zie wel nog een vraagje van Martin Lemmes, of dat je jouw ervaring kan delen met
deelnemers die hun video aan of uitlaten? Ja, goede vraag. Om te beginnen, we stellen vast, we hebben daar statistieken van in welke landen video meer of minder gebruikt wordt. En ik maak er altijd een flauw mopje over, maar ik denk dat dat ook wel een stuk waar is. In Italië zien we dat men de camera veel meer gebruikt. Die Italianen die moeten het met hun handen ook allemaal kunnen uitleggen waarschijnlijk. Dus we zien dat, en ik merk het dagelijks wanneer dat we het gebruiken. Mensen hebben niet de neiging om hun video permanent te laten opstaan. En laten we wel wezen, het is ook niet altijd, als je een half uur moet luisteren, de meeste van jullie hebben ook de camera afgezet, maar je zit toch in je haar te krabben aan je neus te pulken of koffie te drinken. Dus we zetten onze camera af. Ik zou absoluut aanraden om op het moment dat je presenteert of een vraag stelt, hè, als je virtueel recht staat om een vraag te stellen, dan komt eigenlijk overeen met zet uw camera aan. Ik vind dat een stuk etiketten. Je kan dat niet enforcen natuurlijk. Een belangrijke daarbij is natuurlijk dan technisch is de bandbreedte. En dat is een belangrijke nieuwe feature die we hebben aangezet. Of mogelijk gemaakt. Je kan nu in Teams, als je zelf zegt van ik zit hier thuis te werken en mijn bandbreedte is niet fatsoenlijk of de kinderen zitten te veel op Netflix, dan kan je de incoming video afzetten. Dus je kan niet alleen je eigen camera aan of afzetten en op die manier dus bandbreedte consumeren, want je uploadt je videosignaal. Maar je kan ook zeggen, zet de binnenkomende video af. Want uiteindelijk, als dan toch heel veel mensen video opzetten, dan krijg je dus verschillende videostreams binnen. Dat vreet wel wat bandbreedte. Dus je kan incoming video afzetten. En dat doe je door bovenaan op die drie puntjes te klikken. More action. Daar kan je turn off incoming video, heet dat hier bij mij. Ik zit er op dit moment naar te kijken. En dus bij al dat voorbeeld, jullie zien nog altijd mijn slide. Maar ik kijk op dit moment naar de chatwindow en ik zie dus ook mijn opties. Onder die drie puntjes vind ik inderdaad turn off incoming video, wat mij dus bandbreedte bespaart bij mij intern. Voilà. Ik zie nog een vraag van Gilles binnenkomen. Als je een PowerPoint shared, kan je dan de presenter mode gebruiken? Of niet? Ja, dus het antwoord is het kan. Ik kan dubbel antwoord geven. Als je kiest voor mijn vierde optie, als je kiest voor de optie om je PowerPoint, wat ik heb genoemd, te uploaden, dan ga je automatisch als presentator in een presentermode komen. Want je gaat je slides zien, je gaat onderaan je volgende slides zien en je ziet rechts je meeting notes. Dus dan moet je zelfs presentermode niet meer gebruiken. Nu, als je niet voor die vierde optie kiest, maar je gaat kiezen voor de tweede optie, degene die ik op dit moment gebruik, dan kan ik inderdaad presentermode kiezen, maar je moet dan toch wel eens even goed oefenen. Want dan komt er ook weer de problematiek bij van het eventuele externe scherm. Hè. Dus in mijn slide deck, ik ga er eventueel even terug naar toe gaan. Alles even door. Hier heb ik op de desktop gewezen. En je ziet er ook onder staan screen 1. Wanneer ik met twee schermen werk, namelijk mijn laptopscherm en ik heb ook nog een extern scherm, en ik heb dan bovendien ook nog een keer presenter mode gebruikt in PowerPoint, dan is het vaak zo dat dus mijn PowerPoint slide, de slide die ik wil dat de deelnemers zien, die komt op mijn screen toe. Dus dan moet ik zorgen dat ik, wanneer ik optie 1 kies, dat ik daar dan dat tweede scherm aanvink en dan ga ik inderdaad ikzelf op mijn meestal laptopscherm ga de presenter mode zien, terwijl dat de deelnemers screen 2 zien, het externe scherm, zien waar de volledig geprojecteerde PowerPoint staat. Dus het is eigenlijk allemaal zeer logisch, maar ik raad aan de eerste keer om het toch even te testen. En nogmaals, als je de vierde optie gebruikt, moet je dus geen presenter mode gebruiken, want dan kom je automatisch in de presenter mode terecht. Tom Janssens heeft ook nog een vraag gesteld. Ja. Kunnen wij zelf onze outgoing video uitschakelen, dus dat we onszelf niet moeten zien? Maar er wel voor zorgen dat andere mensen ons zien? Het antwoord is daar nee. Dus als je video aanstaat, als je camera aanstaat, dan zie je jezelf. Nu natuurlijk, als je ervoor gekozen hebt om je PowerPoint te delen, dan ga je jezelf maar in heel klein van onder zien en zie je vooral zelf je slides die je aan het presenteren zijn. Veel vragen. Goed zo. Ik heb dat graag. Ja, maar dat is wel heel leuk, ja. Voilà, en by the way,
Ik vertel dat hier nu allemaal voor Teams. Ik heb al eens mogen dezezelfde presentatie ook voor een andere vereniging geven. En iemand maakte daar een beetje de stoute opmerking. Ja, maar wat je hier uiteindelijk aan het doen bent, is reclame maken voor Teams. Ja, ik zeg, ja, sorry, dat ik bij Microsoft werk. Maar een heleboel van de dingen die ik vertel, de principes van wat ik vertel, gelden ook voor andere audio- en video-oplossingen. Daar heb je ook die keuzes. Ze zien er waarschijnlijk anders uit, ze heten anders. Maar de principes van hoe deel ik een slide deck op een intelligente manier, gelden bij de meeste andere pakketten ook. Niet zo goed als bij ons natuurlijk, maar toch. Hè.